Ik sta hier naast Erik Groot, directeur van de adviesorganisatie van de AWVN. U heeft zojuist een workshop gedaan op het ANO-congres HR voor de toekomst. Wat heeft u zojuist gedaan? Ik heb een inleiding gehouden over de vraag, heeft HR toekomst? Die vraag die is vaker gesteld vandaag. Menigeen pleit dat het niet zo is. U vindt van wel? Ja, ik vind aan de ene kant hebben ze gelijk, want HR als personeelwerker die verantwoordelijk is voor welzijn van medewerkers en het welbevinden, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel in een gezonde ontwikkeling van HR als die zich richt op maar één kerntaak, binnen welke organisatie dan ook. Hoe krijg ik de juiste mensen? Wat is die kerntaak? Hoe krijg ik de juiste mensen op de juiste plek? Is dat niet iets voor leidinggevenden? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar de lijn heeft het druk met allerlei zaken. En ik vind juist dat de HR-functie er eentje is om goed te sparren met de lijn hoe je dat nou op een goede manier voor elkaar krijgt. En dan moet je gewoon professionals voor in huis hebben. De opening van vandaag door Mathieu Wegeman was dat inmiddels die functie wat groter is geworden dan dat nodig is. Wat vindt u daarvan? Nou, dat denk ik wel. Want ik denk dat HR een hoop op de schouders heeft genomen, terwijl het wat mij betreft feitelijk over twee dingen gaat. Waar gaat mijn onderneming naartoe? En hoe zet ik dus de mensen optimaal in om te bereiken wat de onderneming moet bereiken? En je moet ergens deskundigheid hebben over hoe werken zaken. Bijvoorbeeld, hoe zit wetgeving in elkaar? De eigen effectiviteit van zaken die worden bedacht in lijn die te maken hebben met mensen, die moet getoetst worden. Dat heet tegenwoordig ook HR Analytics. Wat levert het allemaal precies op? Ja, je moet feitelijk ook in die complexiteit durven stappen van de individuen van de toekomst die allemaal iets anders willen. Dus je moet ook kunnen verbinden tussen het belang van het individu en die werkgever. En dat is een vak. En u gaat over allerlei sectoren heen. U loopt vandaag rond binnen de sector overheid. Wat ziet u voor verschillen? Wat is het belangrijkste? Wat zou u nu adviseren aan overheidsprofessionals? Ik was verbaasd over de beweging die al gezet is in de overheid. Binnen mijn eigen gemeente heb ik dat bijvoorbeeld meegemaakt, de gemeente Heemstede. Ik heb wel het idee dat die beweging die kant op al behoorlijk is aangezet. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd voorhoede en je hebt organisaties die er achteraan komen. Maar het wordt wel de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat is mooi, dank u wel.